Colin, 5 jaar geleden zat je nog in een zeilmakerij helemaal beginnen. Nu zit je met 150 mensen of 130 mensen en 150.000 klanten. Ongelooflijk veel gebeurd, maar er gaat nog veel meer gebeuren. Waar ben jij mee bezig in jouw rol? Nou, ik hou me met name bezig met de uitbreiding. Dus ik ben Chief Capital Officer. Dus ik hou me bezig met de funding een stuk. Ja. Maar ook met de uitbreiding met betrekking tot de nieuwe asset classes die we op het platform willen hebben. En ik hou me ook bezig met het uitbreiden naar andere landen. Ja, dus uitbreiding in alle kanten. Nou, laten we eerst even met kapitaal beginnen. Jullie hebben een systeem van certificaten. Hoe werkt dat? Ja, wij hebben dus verschillende rondes gedaan. Eigenlijk hebben we mega crowdfunding gedaan. Dus wij zijn eerst begonnen met vrienden en familie. En later zijn we... Nou ja, bij Harry Mens hebben we gezeten en inmiddels hebben... Ja, daar heb ik je een aantal keren zien zitten, zeg maar. Dat was ook een van de investeerders, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En inmiddels hebben we iets van 2000 certificaathouders bij de club. En als laatste hebben we ook nog een series A-ronde gedaan, waar we dus een collectief van vermogende mensen bij elkaar hebben gebracht en nog een VC. Ja. Dus gezamenlijk was dat onze series A-ronde. Heel mooi. Nou, en het certificaat, wat was de eerste ronde? Wat was de waarde toen? De allereerste keer toen het allemaal nog een idee was, toen was zeg maar bedrijf gewaardeerd op ongeveer 3,5... Ja, maar hoeveel was het certificaat? Want dat had ik... Zeg maar 90 cent. Ja, 90 cent. Hoeveel is het nu? Ja, nu is het ongeveer rond, nou ja, wat ik net hoorde, dat verandert nogal, maar rond 35, 40 euro. En hoeveel certificaten zijn er? Er zijn ongeveer 5 miljoen zijn er aandelen in omloop en van een aantal zijn dan certificaten gemaakt. Ja, dus het is bijna 160 miljoen, 170 miljoen is dan eigenlijk het bedrijf waard op dat gebied. Wat heb je moeten doen om die 2000 mensen te vinden in al die ronden? Want je bent niet naar een officiële beurs gegaan of zo. Nee, ja, we hebben ook geen crowdfunding platforms gebruikt en alles, dus we hebben het allemaal zelf. Allemaal zelf? Ja, ja. En ja... Dat, ja, zo zijn wij een beetje als ondernemer. Als het niet linksom gaat, dan gaat het wel rechtsom. En wat in het begin, we gingen dus zeg maar naar vrienden en familie. Toen hadden we bij een wijnhuis hadden we ze uitgenodigd en dan gingen we daar borrelen en toen hadden we wat verteld. En toen, nou, toen werd het opeens echt, toen hadden we geld. En toen, nou, toen moesten ze een prototype gemaakt worden, alles. En toen dachten we van nou ja, nu willen we misschien iets publieker zeg maar wat geld ophalen. Dus ik ging langs allemaal business clubs, business open, B&I. En toen was ik 4 of 3 maanden aan het leuren. Toen had ik ongeveer 4 ton bij elkaar. En toen dachten we van nou, want het was wel vaker gezegd van nou, zullen we naar Harry gaan of niet? Dachten ja, iedereen heeft zijn mening er wel over. Maar ja, laten we het gewoon doen. Dus we zeiden van nou oké, okay, dus ik zat daar. Toen hadden we binnen 2-3 weken hadden we 1,2 miljoen opgehaald. Dus Harry werkt? Harry werkt echt, Harry ja, ja. En elke keer als je naar Harry gaat, dan komt er weer een wave van nieuwe belangstellenden komt erbij. Daarna gingen we dus nog een keer daarnaartoe. Een half jaar later, toen hadden we 2,5 miljoen opgehaald. En het jaar daarop gingen we nog een keertje. En daarnaast is het ook zo, sinds het moment dat de app live was, dan zit je en bij Harry voor je certificaten. Ja. En daarnaast krijg je ook weer een hele hoop extra gebruikers krijg je erbij. Ja, dus Harry was jullie geheime wapen. Harry Mens was jullie geheime wapen eigenlijk. Is er nog iets anders, nog ergens wat ook maar enigszins in de buurt kwam bij Harry Mens? Nee hoor. Harry is echt onderdeel van het succes. Ja, oké, geweldig. Nou, dus dat is in ieder geval heel mooi gebeurd. Waar komt die waarde nou eigenlijk vandaan? Want jullie hebben dus inderdaad 150 miljoen geïnvesteerd kapitaal, zeg maar. Maar je bent nog niet winstgevend, want je bent nog helemaal aan het uitbreiden. Hoe wordt die waarde bepaald? Ja, dus denk ik, kijk, de laatste ronde hadden wij het uitgegeven, ook in een staffeltje. En dan was de bovengrens was ongeveer 24,50 per certificaat. Nou, toen is er een jaar overheen gegaan, toen hebben we allemaal ontwikkelingen gedaan. En uiteindelijk had ik een presentatie gegeven voor de aandeelhouders. En sindsdien schoot eigenlijk die prijs omhoog, zelfs naar rond de 50, 55 euro. Het is gewoon weer vraag en aanbod eigenlijk. Puur, want jullie hebben een vraag en aanbod met een eigen bulletinbord. Oké, dus dat is in ieder geval het kapitaal, heel mooi. En ook mooi dat je dat, dus gedaan hebt zonder al die financiële dienstverlening die allemaal aangeboden wordt. Heb je dan geen problemen daarmee eigenlijk? Zegt dan niet een of andere toezichthouder, de AFM, van nou, dat mag helemaal niet zo? Nee, we doen het allemaal volgens de regels van de AFM. Dus je mag elke keer in een ronde, mag je zeg maar ongeveer voor 5 miljoen mag je ophalen. Dat is allemaal gewoon op de site van de AFM. En dan moet je informatiedocumenten aanleveren. En ja, wij willen alles gewoon zo goed mogelijk en transparant mogelijk doen. Dus het gaat allemaal volgens de regels. Okay. Je bent enerzijds aan het groeien, anderzijds ben je aan het uitbreiden met landen. Hoe lang duurt dat nog, denk je, voordat het winstgevend wordt? En hoe hangt dat af van de markt waar je in zit?
Nou ja, waarschijnlijk zijn we de komende paar jaar nog niet winstgevend. Want op het moment dat we winst zouden maken, dan gaan we dat natuurlijk herinvesteren in het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven groeien. Nou ja, we voegen nieuwe asset classes toe. Kijk, als je nu in de app kijkt, dan zie je met name crypto. Nou, er zit nog een bot in die in goud handelt. Maar dat is een crypto versie van goud. Maar we hebben nu een deal met een Nederlandse brokerpartij. En die gaat ervoor zorgen dat we dus aandelen en alles wat je normaal op de beurs kan handelen, dat je dat dan ook in de app kan handelen door middel van bots die dat dan eigenlijk voor jou verhandelen. Ja, ja. Dus dat is jullie achterpartij voor aandelen. Bij crypto is de achterpartij zeg maar Binance. Hè? Binance en, maar jullie doen ook een heleboel al onderling, zeg maar. Je hebt een soort interne exchange. Hè? Ja, wij hebben een hybrid exchange gemaakt. Dus die is zeg maar gekoppeld met allemaal andere beurzen. Maar dat zorgt er dus ook weer voor dat wij goed kunnen koppelen met aandelenbeurzen. We hebben ook een fondsenstructuur hebben wij opgezet waardoor fondsen zich kunnen aansluiten. Dan is een fonds op een dure bot in de app. En dan kan je dus van het ene fonds naar het andere fonds. Ja. Zonder dat je weer door KYC en alles moet. Dus je onboard eigenlijk één keer op het platform. En je kan overal naartoe met je geld. Hey, in Europa is het, neem ik aan, één keer jezelf registreren. Dan kun je overal in elk land werken. Ach, dat zou geweldig zijn. Elk land aparte vergunning. Ja, zeker met betrekking tot crypto. En ook al doe je in een land, in Nederland is de standaard heel extreem hoog. Gewoon anti-innovatie hoog, zeg maar. Ja. Maar dan kom je er nog niet mee in een ander land zomaar weg. Dan moet je daar, ook al hebben ze een minimaal, waar ze dan wel een registratie hebben, wat je een registratie noemt, is gewoon registreren dat je iets gaat doen. Dat is een registratie. Dat moet in sommige landen. Maar je moet het overal opnieuw doen. Ja, het is nergens een standaard. Later waarschijnlijk wel met de Mika. Mika komt in 2023, 2024 en dan zou dat wel heel fijn zijn dat dan kan. In theorie, hè? Nou ja, met auto's is het ook zo. In Tesla wordt getest in Nederland, mag overal werken. En dat geldt eigenlijk met financial wealth management ook, als je gewoon getest bent. Oké, dus dat was in ieder geval dat gedeelte. Er zit toch over die andere landen. Nederland is nog steeds 80% van jullie omzet, hè, in het land. Wat is het tweede land? Nou, wij zitten zeg maar waar het ook goed gaat. Dus in België, in Spanje en in de UK, daar gaat het goed. We zitten nu in 37 landen. We zijn bezig om multicurrency te implementeren. Dus dan kun je dus ook in andere currencies kan je dus. Nou, nu is het euro. Zeg maar. Nu is het euro's en IBAN rekeningnummers. Ja. Maar ook creditcard hebben we groen licht om te accepteren. Nou, daarmee kan je ook naar andere landen. Nou, we hebben een heel grid waarmee we in de gaten houden welke landen groen zijn qua regelgeving waar we gewoon kunnen starten. Andere landen, daar moet je nog het een en het ander doen of een entiteit opzetten of aan bepaalde regels. Moet je dan ook kantoren openen of heb je agenten starten of in Engeland bijvoorbeeld? Nou, het liefst niet. Het liefst willen we de hele wereld over zonder dat we in het vliegtuig hoeven te stappen. Ja. Maar er zijn sommige landen waar je wel een kantoor moet of een entiteit moet opzetten om daar actief te kunnen zijn. Ja. Daar heb je ook die 6 juristen voor om allemaal verschillende contracten op te zetten en te kijken wat de regelingen zijn? 6 maar. Oh, dat zei Michiel, ja. Ja, oké. Okay. Ja, en dan huur je er ook nog een paar, in. Ja, ja, wij hebben echt een grote legal afdeling om dat soort dingen. Maar ook omdat we KYC doen op de klanten. Uiteindelijk zijn er meer mensen met juridische zaken bezig dan 6. Maar ja, je hebt ze nodig. Ja. Dat is essentieel. Ja, nee, daarom. Je moet business kunnen doen. Dus je gaat aandelen beginnen. Wat zijn de andere asset class? Nou ja, we hebben ook zeg maar U-stocks. Dat zijn eigenlijk datalized stocks. Dus die volgen eigenlijk de waarde van een bedrijf. Okay. En die zijn ook. Wie worden die dan underwritten? Worden die garandeerd? Ja, dus zeg maar de waarde daarvan die wordt verzekerd door een bedrijf. En die waarde daarvan die kan je dan op de website van de United World Exchange kan je die volgen. En die waarde die wordt dus verzekerd. Nou, en daarmee kun je dus zeg maar, hoef je niet naar, want het is geen financieel instrument. En dat betekent dus dat je ook naar andere landen kan waar je niet langs de financiële autoriteiten hoeft. En dus ook in Afrika en Azië en Zuid-Amerika kan je dan handel in aandelen, certificaten eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat zijn, hoe heet die niet? Dat zijn het dus niet. Want hoe heet die dingen? Eigenlijk is het meer data. Wij noemen ze de U-stocks. De U-stocks. Okay, ja, ja. Mooi. Maar slim manier om het minder complex te maken. Kijken of ze dat ook weer accepteren. Hey, hoe gaan jullie dan van 150.000 mensen naar 1,5 miljoen? Want we hebben niet Arie, mensen in alle landen. Ja, nee, dat klopt. Hè. Ja, wat uiteindelijk het allerbelangrijkste is een goed product. Wat altijd werkt. Op het moment dat jij 300% rendement hebt op je vermogen. Dan vertel je tegen je broertje en je buurman en dan noem je het nog ergens. Dat verkoopt het best. Dus
wij moeten een product hebben wat in elke markt goed is. En dan met een referral programma, gewoon eigenlijk basiszaken en het bouwen van een community. Dat is zoveel belangrijker dan dat je je geld aan de Googles en de Facebooks van de wereld uitgeeft om maar marktaandeel te kopen. Wij vinden het veel beter om gewoon intrinsiek te groeien. Goed product, word of mouth. En dan ook nog even kijken naar waar je nou de lokale influencers kunt vinden. Nou, leuk. Ik hoop dat ik niet weer 5 jaar moet wachten om je weer te zien. Succes met de volgende ronde. Ja, dankjewel.